met topnemers vandaag te gast Patrick Hurenkamp. Patrick, je bent van Bloemon. Wat doen jullie? We hebben een online bloemenservice en we doen eigenlijk 3 dingen anders dan de traditionele sector. We hebben een team van stylisten die iedere keer weer een unieke bos ontwerpt, zonder bladgroen, met veel lef. Ten tweede hebben wij bloemen die direct van de kweker komen, dus kakelvers. Dat scheelt er gauw 5 dagen ten opzichte van een supermarkt of een bloemist. En we bezorgen de bloemen aan huis in de avond, wanneer je thuis bent en zo vaak je wilt, iedere 2 weken of iedere maand. Wow, dat is een strakke pitch. Die moeten we toch wel vaker horen, vind je niet? Ja, dat is strak in een minuut. Ja. Dankjewel. Ja. Is dat een kunst? Heb je daar... Je afgelopen 1,5 jaar heb je die pitch vaak moeten doen naar investeerders in de media. Dus op een gegeven moment dan zijn de belangrijkste punten denk ik wel duidelijk. Dan moet je het vooral niet te lang maken. Ja, want dat hoor je veel. Hè? Dit is eigenlijk het allerbelangrijkste. Als je je idee niet in een minuut kunt verkopen, dan gaat er iets niet goed. Ook jouw ervaring? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, uiteindelijk heb je natuurlijk toch een discussie, een gesprek. Maar belangrijk denk ik om het scherp neer te zetten. Ja, als je even naar jullie concept kijkt, er zijn natuurlijk allerlei bloemisten die aan huis bloemen bezorgen. Dus weet je wel, je kunt op allerlei manieren aan je bloemen komen. Ja. Dan zou je denken van, hey, wat is hier nou echt nieuw aan? En je hebt dat in je pitch natuurlijk al gezegd. Ja. Kun je zo'n markt verstoren door alleen maar net iets verser te zijn dan anderen, op een net iets ander moment te bezorgen dan anderen? Is dat al voldoende om een markt... Ik denk dat het vrij ook wel fundamenteel is. Als je kijkt naar bloemen in het algemeen, waar koop je die de afgelopen paar jaar? Dan is dat natuurlijk supermarkt, tankstations, echt goede bloemisten. Die verdwijnen helaas uit het straatbeeld. Ik denk dat daar een heel erg grote kans zit. Er zijn kwekers, veredelaars die continu met nieuwe soorten bezig zijn, mooie bloemen, maar vervolgens komen die in truttige, ouderwetse bosjes terecht die zo goedkoop mogelijk moeten zijn. Nou, en daar maken wij denk ik wel echt een fundamenteel verschil en zorgen ervoor dat juist jonge mensen, dus generatie 25 tot 50 jaar, dat die ook weer bloemen gaan kopen voor zichzelf. Dus niet alleen als cadeautje, maar ook gewoon weer voor jezelf op tafel, omdat het mooi is, omdat het je interieur verrijkt. En dat is wel denk ik vrij vernieuwend. Het is vernieuwend, maar waarom ben je het gaan doen? Had je zelf behoefte aan? Hoe het eigenlijk ontstaan is dat ik familie heb in de bloemensector. En dat is echt veredelaars, kwekers, dus juist degene die soorten ontwikkelen. En wat ik zag was dat die terechtkomen in die ouderwetse bossen. En dat was voor mij een reden om te zeggen van laten we daar wat vernieuwing in brengen met een eigen onderneming. En vertel eens hoe je toen verder gegaan bent, want veel van de startups die wij hier aan tafel krijgen, die zeggen, daarna begonnen we met een minimal viable product, zijn we gaan kijken van was er een markt voor en zijn we het product gaan aanpassen op de ervaringen daaruit. Ja. Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, ik denk dat we vanaf dag 1 ambitieus zijn geweest. Dat we wel gelijk een start-up wilden bouwen. Niet alleen voor Nederland, maar eigenlijk gelijk een Europese business van willen maken. En dat betekent dat we wel een korte tijd een pilot hebben gedaan met een groep vrienden en familie. Maar dat hebben we eigenlijk na 2-3 maanden toen we het gevoel hadden van hey, dit gaat gewoon goed. We hebben tractie, er zijn al klanten die via binnenkomen. Hebben we vrij snel gezegd, dit moeten we gewoon lanceren en niet te lang blijven wachten in zo'n soort van eerste fase en marktonderzoek. Want uiteindelijk haal je het beste resultaat door het gewoon te doen. Ja, hoe goed gaat het? Want jullie zijn 2 jaar bezig, meen je? We zijn nu bijna anderhalf jaar bezig. Ja. Hoe goed gaat het? Heel goed. Ik denk dat we kunnen zeggen dat we in Nederland echt hard gegroeid zijn. Een bekende naam aan het worden zijn. In het buitenland zijn we nu ook met eerste stappen bezig. Ja, even terug. Hard groeien in Nederland als je van nul begint is niet zo ingewikkeld. Nee, dat klopt. 2 keer 0 is 0. Double digit, triple digit growth. Dus even concreet. Ja, ja. Nou, heel concreet. We hebben afgelopen eerste boekjaar hebben we ongeveer 100.000 bossen bezorgd. Ja. Dus dat is denk ik gewoon een significant aantal. Ja, dat is, als ik uit mijn hoofd doe, hoeveel is dat per dag? Dat is best veel. Dat is best een hoop per dag. Ja, dus dat is eigenlijk een enorme logistieke toestand. Klopt. Ja, en dus dat hebben we ook vanaf het begin af aan moeten opbouwen. Zorg dat je gelijk een logistieke keten hebt die dat aan kan. Dus dat je direct die bloemen krijgt van de kweker. Dat je die op een goede manier bindt tot mooie bossen bloemen. En dat je ze ook aan de deur kan bezorgen. En niet alleen maar in Nederland, maar ook dus nu in Berlijn, in Londen, in Kopenhagen. Ja, dat doen we dat inmiddels ook. En nu kom jij, zat je hiervoor bij Rocket Internet. Ja. Ik denk bij het grote publiek vooral bekend als, hoe noemen ze het? De kopieermachine van start-up. Ja, zo wordt het wel eens genoemd,
Zeer succesvolle. Moeten we erbij zijn. Ik heb ongelooflijk veel geleerd over hoe je startups en businessmodellen in elkaar zet. Ja. En nu komt dit op mij over als niet heel erg schaalbaar. In de zin van elke bos bloemen, er staat er hier een achter. Die komt niet vanzelf in die vaas. Ik bedoel, er zal toch echt iemand met een snoeischaar en een mesje de bloemen moeten selecteren en kiezen. Klopt. Ik denk dat het iets schaalbaarder is dan hoe jij het beschrijft. Dus wat wij doen is, wij ontwerpen een bos van tevoren. Dat doen we ook in het voren. Waardoor we ook tegen een kweker al weken van tevoren kunnen aangeven van dit is de bos die wij willen bezorgen bij mensen thuis. En daar hebben we dan een heel proces voor, een hele keten voor ingericht. Zodat we er niet 10 kunnen doen, maar dat we er echt duizenden in een week kunnen bezorgen. Ja, vertel daar eens iets over. Je zegt, jullie ontwerpen voor iedere week een nieuwe bos. Klopt. Hoe gaat het in zijn werk? Dat is een heel mooi proces. We beginnen eigenlijk met het gedachte erachter, een concept erachter voor een aantal weken. Dus de afgelopen weken is dat au naturel. Dat gaat heel erg over pasteltinten, voorjaar, een interieurtrend die je nu ook heel erg veel ziet. Binnen zo'n concept ontwerpen we dan voor een aantal weken achter elkaar ontwerpen voor die bossen. Kijken we heel erg naar de bloemen uit het seizoen, naar de kleuren die daar goed bij passen. Een aansluiting op dat gevoel van het concept. En vervolgens zorgen we ervoor dat we van de kwekers de bloemen krijgen die daarvoor nodig zijn. En dat is echt een groot verschil met hoe de traditionele sector werkt. Die eigenlijk, waarbij een kweker de bloemen naar de veiling brengt. Op de veiling ziet men wat er te koop is. En daarna maken ze er in feite een boeket van. Dus eigenlijk een omgekeerde gedachte is dat. Ja, maar op meerdere redenen. Dus enerzijds zeg je, want wij beginnen bij het ontwerpen, we beginnen bij het design en zoeken daar eigenlijk de bloemen bij die we nodig hebben. En in het andere geval kijk je wat er is. Je zei eerder, het is al wat schaalbaarder dan jij denkt. Hoe helpt jullie dit schaalbaarder te zijn? Hoe bedoel je? Je zei van, Roland zei, het komt mij niet als heel schaalbaar over. Ja. Want je moet toch al die bloemen snijden en componeren, et cetera. Toen zei jij, nou, het is toch wat schaalbaarder dan jij denkt. En een van de dingen, een van de voorbeelden daarvan wat je gaf is, want wij beginnen bij het design en gaan daarbij de bloemen bestellen. Ja. Maar je bent nu Europees aan het uitrollen. Ja. Wat komt daarbij kijken? Dat je eigenlijk vooral goed kijkt naar cultuurverschillen. Nederland is natuurlijk van nature een bloemenland. En is men al gewend om bloemen voor zichzelf te kopen. In het buitenland is dat echt meer een missie die we hebben. Dus we moeten daar veel meer het verhaal vertellen van waarom is het leuk en goed om bloemen voor jezelf te kopen. En daar dus ook onze marketing op aan te passen. Dus je ziet dat je vooral in die landen in je marketing soms een wat ander verhaal hebt. Maar aan de achterkant, dus het produceren en het maken van die bossen, dat is nou juist iets wat je gewoon heel goed vanuit Nederland kan doen. Want hier zit ongeveer het Silicon Valley van de bloemen. Dus die heb je echt hier nodig. Ja. Silicon Valley van de bloemen. Als jij nu terugkijkt. Ja, hele mooie. Daar mogen we echt trots op zijn. Ja, ja. Ja. Hey, als je nu terugkijkt, wat zijn de grootste hobbels die jullie hebben moeten nemen? Zorgen dat je iedere keer weer die toename in volume, week op week, dat je dat waarmaakt naar klanten. Dus zorgen dat het de beste kwaliteit is, dat de bloemen echt kakelvers zijn. Daarvoor moet je allemaal samenwerkingen met kwekers aangaan. Nou, dat zijn inmiddels denk ik al een paar honderd kwekers. Want iedere soort die je in zo'n bos ziet, daar zit een andere kweker achter. Dus dat kost gewoon heel veel tijd. Zorgen dat je die logistiek aan de achterkant dus schaalbaar maakt. En wat ik net aangaf, dat je dus, als je over de grenzen gaat met je start-up, dat je ook goed kijkt naar wat zijn de verschillen en dat je daarop inspeelt. En daar zijn we eigenlijk pas net mee bezig. Ja, we nemen altijd graag vragen van Twitter. Roos van Vught, een trouwe kijker van ons, die overigens een fan van jullie. Dus dat zegt ze ook. Ik ben trouwe Bloemon NL fan en klant. Leuk om te horen. Die zegt, wel herkenbaar de vragen die wij stellen. Marketing, verpakking, logistiek, het plastic emmertje. Lijkt me duurder dan de €21 die ik betaal. Nou, dat gelukkig niet. Het is niet, kijk, je moet wel zorgen dat je op ieder product uiteindelijk natuurlijk wel wat geld kan verdienen. Het is wel zo dat als je een start-up begint, ben je niet vanaf dag 1 winstgevend. Dus het is niet zo dat we nu al, dat het voor ons kassa is, absoluut niet. Maar per bos zorgen wij er wel voor dat we natuurlijk wel wat geld op kunnen verdienen. Ja, voorlopig neem ik aan, want zo gaat dat ook extra je best om elke klant die zich meldt ook gewoon tevreden te maken. Dus absoluut. Dat is in dit stadium belangrijker dan de marge die je maakt.
Klopt, maar je moet daar wel direct oog voor hebben. Want wij hebben ook aandeelhouders. En die aandeelhouders die moeten ook tevreden worden gesteld. Dus er moet natuurlijk ook wel een marge uiteindelijk gemaakt worden. Ja, ik weet nog toen ik dat las. Want volgens mij was het vorig jaar of dat jullie 3,5 miljoen investering kregen. Ja, klopt. Afgelopen zomer. Ja. Toen dacht ik, wie investeert er nou in een bloemenbezorgdienst? Ja. Want dan sla ik het even helemaal plat. Want dat zijn jullie natuurlijk toch. Ja, nee, klopt. Wat zijn dat? Dan moet je wel die pitch van jou. Die moet wel ontzettend goed geweest zijn. Ja, nou ja, we hebben een aantal hele mooie investeerders aan ons verbonden die daarin geloven. Net als maar zijn die komen die uit de bloemenhandel? Komen die uit die wereld of komen die uit andere wereld? Nee, de hoofdinvesteerder die wij hebben, dat is InCAF. Dat is een investeerder die gewoon heel erg zich richt op allerlei innovatieve bedrijven en vooral met ook Nederlandse roots. Dus daar hebben wij natuurlijk een mooie aansluiting mee. Maar dat is gelieerd aan een pensioenfonds en niet per se aan de bloemensector. Nee. Ja. Hey, en de andere investeerders zijn dat? We hebben een technologie. Kijk, we hebben een investeerder, een VC uit Berlijn en Parijs, Partech Ventures. Die richt zich ook gewoon heel veel op e-commerce en andere online bedrijven. En daarnaast hebben we een aantal angels aan ons verbonden sinds het begin. Ja, en je had het net even over dat internationale groei voor jullie belangrijk is en die internationale schaalbaarheid. Betekent natuurlijk wel dat je in ook de landen waar je begint ook wel een soort logistiek centrum weer moet gaan neerzetten. Klopt, Dat lijkt me toch ook allemaal best wel complex. En in die zin ben je geen traditionele technologie start-up waarbij... Nee, natuurlijk de producten virtueel zijn en eindeloos schaalbaar. Nee, klopt. Geen technologie start-up. Dat is eigenlijk iets meer, zeg maar, net als een e-commerce start-up. Dus een logistieke keten inrichten met een aantal, zeg maar, met een productielocatie of misschien een warehouse voor een ander bedrijf en hubs daaromheen. En zo hebben we dat ook moeten opbouwen. En dat doe je echt per land. En zorgen dat je daarvoor het juiste netwerk opbouwt. Ja. Ja. Wat heb jij geleerd van je periode bij Rocket Internet? Ik heb geleerd van die periode dat je eigenlijk vanaf dag 1 groot moet denken. Dat je niet alleen maar met morgen bezig moet zijn, maar juist ook met komend jaar en de jaren daarna. En zorgen dat je daar een infrastructuur ook op bouwt. Zodat je echt uiteindelijk ook een groot bedrijf kan opbouwen. En ook gewoon echt de basis van online marketing tot zelf gewoon met je poot in de modder staan. Dat heb ik daar heel erg geleerd en dat waardeer ik nog steeds, dat ik dat heb kunnen doen. Ja. Als je zegt, dus verder vooruit kijken, groot durven denken. Ja. Hoe groot denken jullie? Erg groot, denk ik. Dus wij hebben vanaf dag 1 gezegd van wij willen gewoon een wereldwijd merk opbouwen in de bloemen. Een merk wat er nog niet is, volgens ons in die bloemenwereld. Met een nieuw product, een vernieuwend product. Dus ambitieus. Hey, dan nog even, want ik ben, dat misschien verraad ik me nu dat ik helemaal geen bloemenkenner ben, maar als jij zegt een vernieuwend product voor, ik weet niet of we hem in beeld hebben, maar volgens mij is het gewoon een vaas en een bos bloemen. Dus weet je wel, wat is daar nou zo vernieuwend aan? Ja, misschien moet je dan even op onze Facebook of Instagram kijken. Dat je hem bezorgt en dat je zegt, ze zijn verser dan van de anderen. Ze zijn verser, dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Oké, dat geloof ik wel allemaal, dus dan staan ze 2 dagen langer. Maar... 5 dagen gemiddeld, wat toch al best een hoop is op een product wat na een paar weken natuurlijk verwelkt. Dus dan is 5 dagen best significant. Maar ik denk ook de stijl, en dat is denk ik iets wat je vooral aan onze... doelgroep, we moeten vragen onze klanten en gewoon even hier zitten. Kijk op onze social media. Daar zie je denk ik... Hebben er nog iemand in beeld? Of, genoeg hier. Nee, is er niemand meer in beeld? Maar hebben mensen in ieder geval gezien? Dat is wel belangrijk. Zet ik hem hier? Ja. Nee, praat door. Ik denk dat je dat ook gewoon ziet op de reacties die wij krijgen van klanten en mensen die ook praten over Bloemon. Dat die wel een verschil zien in stijl ten opzichte van een bos die je koopt bij de supermarkt of bij een tankstation. Ik denk dat daar echt een groot verschil in zit. Ja, je hebt een bloemisten achtergrond. Misschien moet je dat dan ook hebben om dat heel goed te snappen. Ik hoop van niet. Ik hoop dat iedereen dat ziet. Nee, dat bij andere mensen gaat het waarschijnlijk intuïtief. Die denken, ik vind het wel een hele mooie bos bloemen zonder dat je misschien precies kunt benoemen. Ja. Waarom dat dan mooier is dan de ander. Maar kun jij daar de vinger op leggen? Kun je het aan ons uitleggen wat daar beter aan is? Wat er beter aan is? Nou, ik denk dat het ten eerste heel erg gaat om de verscheidenheid in bloemen. Dus als je bij ons kijkt naar een bos, dan zie je eigenlijk
allemaal verschillende soorten bloemen die gezamenlijk een compositie zijn, maar waarbij je wel iedere bloem afzonderlijk ook goed kan zien en kan waarderen. En niet dat opvulgroen wat je heel vaak ziet bij, nou ja, als je ook tv kijkt en er krijgt iemand een bloemetje omdat ze met een loot hebben gewonnen. Dan zie je dat altijd zo vol met die groene bladeren zitten, met dezelfde type bloemen er allemaal in. En dat noemen ze vaak een pannenkoekboeket. Dus een boeket dat helemaal is platgeslagen met heel veel groen erin. En dit is veel meer, je ziet veel meer zeg maar een compositie in met luchtigheid, met takken, met verschillende bloemsoorten, verschillende soorten rozen, violier, leeuwenbek. Dat is echt een stuk diversiteit. En dat maakt het ook dat je iedere keer weer verrast wordt door zo'n bos. Want uiteindelijk, een klant wordt bij ons verrast door wat hij krijgt. Het is niet zo dat hij het zelf kiest, dus je moet hem eigenlijk extra tevreden stellen ten opzichte van dat hij het zelf uitzoekt. Ja. Roos, heb jij verstand van bloemen of niet? En ik heb wel jarenlang anjers geplozen, maar verder gaat mijn verstand, niet. Ja. Dus dat is daar ook wel jarenlang mijn geld mee verdiend. Roos van Vrucht zegt even over social. Ja. Bloemon NL is een van de weinige merken die het goed doet op Instagram. Knap. Wat doen jullie? Vertel eens. Hoe ziet jullie Instagram-account eruit? Wat we eigenlijk doen is we vertellen op ons Instagram en op onze Facebook heel erg over de gedachten achter de bloemen die mensen die week ook krijgen. Dus we vertellen nooit van tevoren wat ze krijgen, maar pas achteraf. Dus mensen krijgen die bloemen op donderdagavond en vervolgens op vrijdag posten we de bos en vertellen we er nog wat extra over. Dat leidt tot heel veel reacties, tot vragen over soorten, tot vragen over kwekers. En we proberen ook die dialoog aan te gaan met mensen. Dus altijd reageren, ook als het negatief is of kritisch, dat is helemaal niet erg. Maar ga altijd wel die dialoog aan. Betekent dat jullie ook echt een community manager op je kantoor hebben zitten? Iemand die specifiek met social media bezig is? Ja, maar dat is niet, één iemand, maar eigenlijk is dat ons team. Dus vanaf dag één hebben we daar bovenop gezeten. En als mensen iets posten, gewoon op reageren, het gesprek aangaan. En het leuke is, als je ook kijkt op onze social media, dat heel veel van onze klanten posten hun eigen interieur met de bloemen. Ja. Dus dan zie je echt gewoon honderden interieurs waar die bloemen staan. Nou, dat geeft ook natuurlijk een heel bijzonder gevoel voor ons als team, dat je dat zo ziet. Wat leert dat jullie over je klant? Dat onze klanten, voornamelijk extrovert zijn, graag ook praten met hun omgeving over producten die ze mooi vinden, waar ze door geïnspireerd raken. En ik denk ook, het product zelf leent zich ook heel erg voor emotie, voor een mening. En dat heb je natuurlijk niet met elk product. En dat heb je wel met bloemen. Ja, ja, jullie kopen ook je maakt ook echt reclame via Facebook. Ja. Bewuste keuze neem ik aan. Wat levert dat op? Wat is het rendement daarvan? Kun je dat, weet je dat? Hoe? Uiteraard, ja, het is natuurlijk heel meetbaar. Je kan op Facebook natuurlijk, ten eerste kan je zien sowieso op social media hoeveel mensen reageren op iets wat je post, hoeveel mensen liken het. Je kan het, uiteraard kan je het nog met een extra budget kan je het nog ergens promoten. Dat is het mooie van online marketing. Het is veel meetbaarder dan andere marketingkanalen. En het viel mij namelijk op, dat er stond net een half uur voor deze uitzending, stond er ook een advertentie van jullie in mijn Facebook. Waarschijnlijk omdat je op onze site hebt gekeken. Ik had hem ook al. Dat werkt natuurlijk fantastisch, die targeting of retargeting of hoe het ook heet. Maar er staan wel gelijk 92 reacties bij. Dat vind ik toch veel. Klopt. Dus het is, maar dat is ook de manier hoe je adverteert. Hè. Je kan een heel platgeslagen boodschap adverteren. Wat wij bijvoorbeeld doen is dat wij posten die bos van de week, daar reageren mensen op en dat promoten we. Dus in die zin is het vind ik het een eerlijkere vorm van reclame maken, namelijk dat je ook gewoon laat zien wat mensen daarover zeggen. En meestal is dat positief, soms is dat ook kritisch, maar dat is niet erg. Carolijn, Ed Nijlorak geheten op Twitter, zegt: ik geloof dat Stekel niet vaak met een bos bloemen thuis komt. Had ik al op geantwoord, ik heb gezegd betrapt. Ja, nu ik weet dat ik ze gewoon bij ons maar één keer kan bestellen op donderdagavond. Dan wordt het wel weer een stuk overzichtelijker. Ja. Ja. Zie jij nog, zijn er van jullie, je hebt, is nu, het is één abonnementsvorm die je nu hebt.
Ja, hoe bedoel je één abonnement? Nou ja, weet je, zie je daar nog in de toekomst mogelijkheden om duurder, goedkoper, anders nog op maat te gaan bedienen? Zeker, je kan er natuurlijk heel veel variaties nog aan toevoegen. Wij focussen dus nu heel erg op maar 3 formaten en echt bloemen voor jezelf. Mensen kunnen bij ons ook een giftbox bestellen, dat zie je ook toenemen. Dus ik kan me voorstellen dat we daar in de toekomst nog wat meer op willen focussen. De manier waarop je het kan bestellen, een app is natuurlijk ook een logische stap voor ons. Dus ja, er zijn heel veel kansen. Alleen waar je voor moet oppassen, zeker met wat wij doen, is dat je de eenvoud van het hele concept niet weghaalt. Dus als je die eenvoud teniet doet door te veel variaties te gaan bedenken op wat je nu aan het doen bent, nou, dan wordt die hele keten wordt een stuk complexer, wordt duurder en voordat je het weet gaat dat ook ten koste van kwaliteit. Ja, dus zo gestandardiseerd mogelijk, dat is eigenlijk precies. Absoluut. Ja, tenminste, daar begin daarmee en bouw dat zoveel mogelijk uit voordat je daar weer complexe toevoegingen op doet. Wat leren jullie van het belang van cultuur, nu je met de internationale uitbreiding bezig bent? Hoe anders, of is Londen anders dan Berlijn, dan Amsterdam? Ja, er zitten hele grote verschillen in. Dus als je het vergelijkt tussen inderdaad Duitsland, Engeland en Nederland, dan zie je in Londen, als je iemand wil bereiken, dan krijgt hij denk ik gemiddeld op een dag 50 keer meer marketingboodschappen en bedrijven die bovenop ze springen vergeleken met Nederland. Als je daar gewoon op straat loopt, hoeveel concepten en merken je daar gewoon ziet, dat is ongelooflijk. Dus we merken ook dat als je in Londen aandacht wil krijgen, dat je daar wel echt een stapje extra moet doen. Maar dat is ook goed, dat houdt je scherp. En in Duitsland zie je dat men heel erg is van vertrouwen en mensen willen je ook offline zien. Dus niet alleen maar online, maar ook ben je fysiek aanwezig, heb je misschien een winkel, waar zit je kantoor, wat zijn je juridische voorwaarden. Echt, dat is een heel andere benadering dan wat je in Nederland ziet, waar mensen toch veel eerder nieuwe concepten omarmen en opener staan ook voor denk ik nieuwe e-commerce bedrijven. Ja, je zat bij Rocket Internet, een van hun initiatieven in Nederland, inmiddels vrij bekend is HelloFresh. Ja. Dit lijkt er natuurlijk eigenlijk ontzettend op. Heeft heel veel overeenkomsten. Werkt dat ook zo, dat je daar dan werkt en denkt van, hey, als met groenten kan, met verse dingen, waarom kan het niet met bloem? Nou, met jouw achtergrond, hoor, want je zei dat je kwekers en bloemen is in de familie. Absoluut, nee, zeker. Dus er zitten absoluut parallellen in en daar heb ik ook heel veel van geleerd. Nou, wat zijn de lessen die je daar dan van hebt geleerd die jij nu... Of fouten die je nu niet mee maakt? Of... Nou, wat ik sowieso heel knap vond aan HelloFresh was dat mensen doen op een bepaalde manier boodschappen en eten iedere avond. Maar het is te gemakkelijk om te zeggen van ik ga een supermarkt online brengen. Want dan los je niet zeg maar de onderliggende behoeftes op. Als je een supermarkt online brengt en ik moet nog steeds al mijn producten individueel aanklikken, dan is het eigenlijk alsof ik door een soort van online winkelloop, wat me heel veel tijd kost, wat me niet per se inspireert. Terwijl HelloFresh lost eigenlijk het probleem op dat mensen minder tijd willen spenderen in een winkel, in een rij staan, nadenken over wat ze moeten koken. Maar ze willen wel graag leren, nieuwe ingrediënten leren kennen, nieuwe recepten leren kennen. En dat vond ik het krachtige van HelloFresh. En ik denk dat het bij ons ook wel geldt dat je mensen wil inspireren, in plaats van dat ze per se zelf weten wat voor bloemen ze willen kopen. En dat ze dat ook meenemen vanuit een winkel, wat een hoop gedoe is. Maar met deze ervaring en jouw e-commerce achtergrond, geloof je dan bijvoorbeeld in Picnic, die natuurlijk eigenlijk juist die geautomatiseerde boodschappen weghaalt. Hè? Die zegt, ja, je hebt gewoon 2 pakken koffie per week en altijd hetzelfde merk en wc-papier en afwasmiddel. Ja. Weet je, dat is de bulk, die krijgt je standaard bezorgd. Ja, ik moet eerlijk zeggen... Focus op de leuke, verse recepten dingetjes. Nou, ik heb Picnic zelf nog niet kunnen proberen, want volgens mij zijn ze nog niet actief in Amsterdam. Maar het idee? Mijn eerste reactie was zelf van, je moet niet, zeg maar, Albert Heijn online gaan brengen, wat ze natuurlijk zelf ook al doen, op een manier waarvan je kan afvragen of dat nou de juiste manier is. Maar ik kan me voorstellen dat Picnic ook een paar andere dingen wel slimmer doet dan de traditionele supermarkten. Ik heb het alleen zelf niet kunnen ervaren. Ja. Maar ik denk dat je wel moet kijken vanuit de klantbehoefte. En welke klantbehoefte los je nou uiteindelijk op? Ik kan me ook voorstellen dat jullie bij Rocket Internet gewoon heel analytisch van markt naar markt kijken. Mm-hmm. En kijken welke markten zeg maar nog niet op internet vertegenwoordigd zijn. En constateren dat daar een kans ligt, want dat was bij bloemen natuurlijk ook zo.
Klopt. Ja, zo kan je er wel naar kijken. Ik had dus die link met bloemen, dus het is niet helemaal letterlijk zo gegaan. Maar je kijkt natuurlijk wel, zeker als investeerder, of dat nou Rocket is of een andere investeerder, naar welke grote verticals zijn er nu nog offline en zouden online kunnen gaan. En dat is natuurlijk met schoenen gebeurd. En dat gebeurt steeds meer met meubels. En dat gebeurt dus nu ook met food. Ja, en dat het dan met bloemen gebeurt, dat is ook denk ik een logische consequentie. En dat is wel iets waar wij nu op inspelen, want het is wel een markt van 50 miljard. Hè? Het is niet een kleine markt. Zo. Je werkt met een grote groep kwekers, zei je. Ja. Die zullen ook blij met jullie zijn. Ja, die over het algemeen vinden ze het ontzettend leuk dat er een beetje swoon komt in een industrie die toch al 20, 30 jaar qua retail niet veel veranderd is. Dus zeker. En wat voor hun het ook leuk maakt, is dat ze hun premium producten wat meer kunnen gaan promoten. Dus in plaats van de kleinste tulf, de kleinste roos die voor €1,99 in een boeketje moet worden verkocht bij de supermarkt, kun je nu weer gaan voor een iets duurder product met een mooiere kwaliteit. En dat is natuurlijk voor een vakidioot het mooiste wat er is. Hey, waar staan jullie over een jaar? Waar staan we over een jaar? Nou, over een jaar wil ik dat een Duitser, een Engelsman en een Deen ook positief praten over Bloemon, over de soorten. En dat hij die stijl herkent, inclusief jij. Nou, dat is een uitdaging. We hebben in ieder geval over een jaar kunnen we daar terugkomen. Bedankt en veel succes. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. 2ML bedanken wij voor de hosting van de site Streamzilla, die ervoor zorgt dat je iedere week live kunt meekijken. Bier en Co. voor de biertjes die nu nog niet op tafel staan. Ik heb een glaasje whisky. Ja, een glaasje whisky. Heb je een privé whisky sponsor geregeld? Ja. Oké. Bedanken we die een andere keer. Kijk je live, blijf dan kijken. Want zo direct praten we over de coöperatie. En kijk je onder de mond. Dan weet je dat je die uitzending daar terug kunt vinden. Tot zo direct. Dag.